Het is vandaag 13 april 2018, een nieuwe aflevering van Martin Takkie op deze vrijdagmorgen. Kijkers en luisteraars, goeiedag. U volgt het ook allemaal via www.radiosrs.sr. En voor onze kijkers die het allemaal volgen op de beeldbuis is het kanaal 8.1. Wat zullen we vandaag met u behandelen? Natuurlijk nemen we de actualiteiten met u door. En vandaag zullen we dat doen met onze gasten die wij dus in de uitzending hebben vandaag. We praten over de ontwikkelingen in het Matawai-gebied. Er is veel ontevredenheid onder de bewoners van de dorpen daar. En dat heeft gemaakt dat er een actiegroep in het leven is geroepen. Vandaag hebben we dus de vertegenwoordigers van deze actiegroepen bij ons. We besteden ook aandacht aan dat onderwijs gebeuren in ons land. Stichting Rumas onder leiding van mevrouw Emmy Hart is bezig met een begeleidingstraject voor jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Dat zullen we vandaag ook behandelen in deze Martin Takkie. Verder praten we over onze Sranantongo met een vertegenwoordiger van NAX, want we tutorial op rond de ontwikkeling van taal voor UNO, Sranantongo. En in de wiki zei kong dan Walosani op na NAX, if I go om Sranantongo. En we hebben dus ook nog vertegenwoordigers van de Rotaract vandaag in deze Martin Takkie. Dan beginnen we met de receptie Matawai. De heer Delano Adams hebben we dus vandaag bij ons. En mevrouw Henki Ivanilka Inelva Henki, goedemorgen. Welkom. Doe bij Konja die Martin dan. Dobe Lukumasra Adams dan inobe vier zo happy over San Seipsa drape in den dorpo fu Matawai. Ja, men is vier happy. No no mi ate brudu. Ku San Seipsa ina gebied no no. Namelijk zo asane lolo wa tei chekba. Ik mi be ja wan wan wa tei che terug ba. Ja. En u be lechta probleem ba. Maar no San Seipsa u shitaki u abuan gramang dape. Sang, bijna kan taki, amane yere taki. Sana tori eigenlijk, sana probleem. Eigenlijk wie lek jongeren wan unleti. Toch, asan begin probleem bedekba in een groot wenig sector dape. Maar dat gralanti be fit setange, maar toch anoseti. Anoset na tevredenheid. Okay. Maar, nou de man kies wan gemeenschap bos, en dat hij om taki eerlijk. Hoe de Granlanti dankbaar voor dat hij. En voor Nanku, a president van Kondre. Ja. Maar Sampsa, a grama teken namens de bevolking, dan mi brie a tekeningsbevoegdheid dama Chisi, dus dama teken, ja, namens, teken namens de bevolking. Ja. Dat ama denkt taki na een eigendom. Tak de ma ji amang asan in eigendom. Tak ama kan beslis samen wani. Dat man pichi want to man uit de eigen gelederen, de man samen luku tak ai de man si, mi kan do, mi kan oroko nanga de man en tori kan den oga doro samo do of sang. Maar hij had het glad mis. Toch? En de man o wan accommoder no wan jongere fu a gebied in a gemeenschap bos. En dat staat dat begint. Dus eigenlijk had door die zeggen om a economische ontwikkeling van kontering. En we hebben over de Matawai gemeenschap. Ja. Kom je ons op voor je taki, je tak gramane arki unu, maar unu arki graman? Ef amabe teka initiatief, unu teka initiatief voor karaman. Omdat ushitak amane karunu, dat unu teka initiatief voor karen. Ja. Is dat werkelijk zo, mevrouw Henki? Hebben ja. jullie gevraagd dat een gesprek met de graman? Ja, klopt helemaal. We hebben het initiatief genomen om hem te roepen via brief. Toen heeft hij dan gezegd dat hij 2 weken nodig heeft voordat hij met ons kan praten. Tot nu toe wachten we en nog niets. 2 weken terug bedoelt u? 2 weken, al lang geleden. Al lang geleden? Ja. Ja. Maar toch, hoe zou vast aan ik weer naar Kondre toch? De jong wang, de takwan fasi nanga, de takwan fasi over graman dan graman e wang. Takanga unu, usap fasa nego toke fili speki no de dang gramano, wa takanga unu, we aple speki ja gramano. Yere, say tak dape, na, ei borus op de waarheid, gile speki, en bilek jongere u gile speki na malanga, ma te yu ek di wan sma le speki, te yu wan le speki,
Ik les spek ons, maar dat les spek je. En dat niet gebeurt. Toch? En als een gosofara, u gaat tapa passi, u barricadera passi, deze kong, deze wanga, deze taki, deze bigi bamedel in asani. Nou, de makaro en kruutu, na tapsei, de ma sen ka, de ma belu woensdag, tak dape vrijdag 10 euro. Maar, mi sap sa efsa onder abo volken. Mi sap overhit abo volken de. Tak, en toen u taki, wifa actiegroep tak nee. Hoe nou god dape, want zei de. Ef a garantie no de tak de seelek abo medelaar de in a kruutu. Pe skoutu van anku de en pers de. Want de skoutu naf bida veiligheid. Want u sap precies sambop sa. In Sref Sabi, te verhette jongeren daar aan precies. En te de man committee en taki bo taki en de man verhette. Ja. Je hebt dat je kan escaleren. Ik kan verstaan dat je van jullie actiegroep dat je sma lobby, dan gaat er sma lobby ook toe. El, uno en libi dat we doen aan die gebied. Ja. Tak, if sma o lobby, if sma no lobby, dat we libi die ding. Maar uno sap dat we voor een rechtvaardig strijd. Ja. En, even. Ja. Uno, die zijn wat deurwaarden explode, die de ondernemers in dat gebied. Wat bevoegdheid voor doet dat? Lek actiegroep, als er nou een gemeenschap bos. Toch? Een gemeenschap bos, dat want dat een gemeenschap. Toch? Want eigenlijk na grama, en vertegenwoordig gaat door een gebied toch? Nee, als er niet. Aba teken is bevoegdheid. Aba teken namens een bevolking. Maar, volgens een wet voor ERO. Een man moest installeren een commissie uit de bevolking. Maar ze hadden maar doen, de man pietje zo kapitein aan de basja. En het is zo'n leider die in Wansani, zo maar ik controleer de man. Maar de man dat naar traditioneel gezag toch? Ja, maar nee, als een nego zo. De man moest kon leren Sabasan, want if you like leider vervoer. Zo maar kon tegen dat vervoer. Ja. Mevrouw Henkie, we horen dit allemaal, maar is er wel gesproken met. De minister van de regionale ontwikkeling, want ja, dat traditioneel gezag valt eigenlijk onder het ministerie van RO. Als ik het zo zeg. Klopt helemaal. Ik weet niet zeker, laat me gewoon het ten goede. Als onze groep heeft gesproken met de minister van RO, nog niet denk ik, maar wel met de DC. En ik neem aan, de DC is ook iemand van de RO. Ja. Dus de DC heeft daar gesproken met de Gramma. Precies wat ik eerder zei. Ja. En hij zei 2 weken denktijd. En tot nu toe hebben we nog niets van hem gehoord. Vandaar dat we nu zo fel reageren. Ja. Wij zijn niet hier om de Gramma te fighten. We willen gewoon duidelijkheid over alles wat er gebeurt rondom het gemeenschap Bos. Je nou ook de ondernemer toe? Nee, hoe zou een ondernemer graag in dat gebied? En het probleem is, hoe een sabi om een monnik moet uit dat gebied, want dat no one sma in een bevolking no sabi. No one sma in een gemeenschap kan tegen je tak na vijf kolen de ondernemer en paai voor die de mij horen kon dat ben. Dus eigenlijk hoe een tak krik moest kon ook in de. En de man moest sap tak, de man moest duwen tap papira. Uno wan no wan monoloog. De man om kon tak de mij kon hoor san tap scherm die. Uwan ala san tap papira. Zodat de juristen en de deskundige jongeren zou abi. De man kan go beoordelen. Ja. Vandaag hebben we de heer Adams en mevrouw Henkie hier. Ze zijn van de actiegroep van Matawai. En die we met die bari. Maar soma moest arki eigenlijk. Zo van Morovara, bedoel je met die bari die de ma, ja, dit is wat een grand land, die moest arki of zou je ze. Ja, als we willen jullie eigenlijk hiermee, ja. We willen eigenlijk dat de grandma met ons kan praten, maar als hij niet wil, als hij niet eens een moeite maakt om naar ons toe te stappen, want jij bent de grandma, je dient naar je volk te luisteren. Voordat het chaotisch wordt, dan moet je dan de stap pakken of zeggen, laat me toch met die mensen gaan praten. En als dat niet gebeurt, dan ga je deze dingen krijgen. En dan maken we daar moeite dat de hele wereld weet dat er zoiets gebeurt. Ja. Er gebeurt zoveel hout, zoveel goud in het Matawai-gebied, maar er is geen zichtbare ontwikkeling. Helemaal niet. Als u daar gaat, ik hoop dat u een keer daar kan gaan. Ja. Het is verschrikkelijk.
Toch? We leven anno 2000. Ja. Doro Matawai, Famoro Fara Pudding, Arkin Mangana de Lukumasa, eigenlijk nog sap over een soort continuïteit, Taki Masra Adams. Eigenlijk, nono de, even ga Matawai in rij richting Achoni. Dan, was hij door Achoni in zeg maar een straal van 2 kilometer. 2 tot 3 kilometer verwijderd is er een afslagweg richting Posgroen. 65 kilometer. Aan de rechterkant. Van daaruit kom je Posgroen aan. En als je door dat hebt, dan kan je tegen je atobroedo. Voor een monisa ik motor dat hebt. Als je een slag hebt, dan kan je een tap houden. Als je een accident hebt, netjes via een doorwaarde explodeert. Er zijn ontwikkelen, je bent tevreden met het systeem. Hoor je. En nu is het zo. Dat is dat je broedo hebt. Een grammang. Ik moet een tapse naar een ondernemer in een wagi naar de demografie ka foto. Pe respectilanti ja foto. E belama o mele isikba fu takangaman. Ama e fertek fu kona lanti gran lanti en ange taki. To da mano en inu ak inu baka ede do aptak if you na sref ondernemer di bigi pour de udu disi. To sa ugi wan de ro ade explode e doing. Dat wan taki dan a yugi a opdrag. Dat wan taki je disrespect je volk. Goed, vandaag hebben we dus hier aandacht aan besteed aan met eigen tangi. En wie ook een oplossing zou komen in het bestuur. Eigenlijk, ik ben veel maar dus met kondre, she a deuro a de expert. Ja, dat we teken, we horen naar uno van momenten die zie. Eigenlijk, dit is mijn waard, dit is naf me. Over zijn Masra Adams Abing. Ik hoop dat je naar deze kring zou komen en dat je vijand is aan de nood, dat je aan de stad demoro in de tijdse conversie en dat je actiegroep naar Alanti voor Matawai, Agraman, dat je deze kring en dan dat je dat voor de kring en dat die ontwikkeling voor de gemeenschapsbos drapen, dat je precies verdient die Matawai gemeenschap. We bedanken onze gasten. Vandaag is een heel belangrijke dag voor voetbal met het publiek. En dan hebben we het over Europa League en Champions League. Vandaag hebben we dus de loting welke er plaatsvindt. En STVS heeft het alleen recht om Champions League voetbal uit te zenden. U volgt alles ook op kanaal 8.2. Eerder op de dag hebben we dus de loting gehad voor de Europa League wedstrijden. En daar hebben we dus gehad dat Marseille zal uitkomen tegen Salzburg. En dat Atletico de Madrid zal uitkomen tegen Arsenal. Wel, nu is gaande de loting voor Champions League. En we weten dus dat er daar vier ploegen in de halve finale zitten. We hebben het dan over Real Madrid, Bayern München, verder ook nog AS Roma en Liverpool. We zijn er dus naar benieuwd wat de loting zal uitwijzen vandaag. We hebben dan zo meteen ook nog andere gasten die wij zullen uitnodigen. Ja, en dan gaan we dus nu naar het moment van de loting voor de semifinales. En we zijn er dus toch benieuwd naar welke ploegen tegen elkaar zullen uitkomen. En we gaan dus naar dat moment dat we dus hebben vandaag. Wat er dan allemaal gebeurt. Ja, Liverpool die komt als eerste uit de pot. En we zijn toch ernaar benieuwd tegen wie zij zullen uitkomen. Liverpool zal dus de eerste wedstrijd thuis spelen. En dan kijken we dus nu naar tegen wie zij zullen worden geloot. Liverpool zal dan uitkomen tegen AS Roma. Real Liverpool die komt uit tegen AS Roma. En dat is zo ziet het dus eruit. Voor wat betreft de eerste halve finale. Liverpool zal dus thuis spelen. En dan gaan we dus naar de volgende matchups. We weten dus dat Real Madrid zal moeten uitkomen tegen Bayern München. De vraag is wie speelt de eerste wedstrijd thuis. En daar gaat het eigenlijk om vandaag. Daar in Europa. Het gaat om de Champions League halve finale wedstrijden.
En ja, laten we even kijken. Final one, Bayern München or Real Madrid will be the home team. Dat moet dus nog worden aangegeven. Wat er dan allemaal gaat gebeuren. Iedereen kijkt vol spanning. Het is groot in de wereld dat men dus daarnaar kijkt, naar Champions League voetbal. En we hebben dan zo meteen ook onze gasten die wij dus die er nog moeten komen vandaag in deze Mantentaki. Ja, Bayern München die speelt. De loting hebben we dus eerder gehad. Bayern München die speelde de eerste wedstrijd thuis. En dan speelden zij dan tegen Real Madrid. En voor de finale blijkt dus dat de winnaar van de wedstrijd Bayern München-Real Madrid dus de finale thuis speelt. Zo wordt dat dan aangegeven. En dat de winnaar van de wedstrijd Liverpool AS Roma, dat die dus de ploeg nummer 2 wordt bij de finale die er zal worden gespeeld. Ja, we hebben dan alles goed voorbereid voor onze volgende gast vandaag in deze Mantentaki. En dan wat ik over Asranantongo. De ontwikkeling van onze eigen taal. Een van onze moedertalen moet ik zeggen. We hebben dus Shagna Spengel. Pomoshuti Manting. En dat wil ik ook zo mooi. Lekva weer kon het idee. Echt in een sfeer voor Nax. Pomoshuti Manting, Shagna Spengel. Grantani Asrevito. Ja. Wat doen we in een egitong? Want Nax zit in San Kong. Voor ontwikkel een eigen tongo, Sranan tongo. En heb je zo dat me tak na begin van de uitzending, maar toch me was bij Sopsa eigenlijk. Nanga sa naks die bezig? Naks de som me langa bezig nanga apisi voor Sranan tongo, lek fai take un tongo. En u apwang werkgroep, pe densma es dom prakseri, fado chara Sranan tongo gomoro fara, fado charin kon crossbe, fado mek jongwang gomoro fara nange. Sa we shi dat na ala sotup sa ipsa nanga sanipsa nanga tongo. We maken spotjes, reclames, mensen geven themafeesten, ala sot fasi ipsa nange. Masang Nax feni en spesrutu nanga de rokos mafu Nax taki atongo ne tak etena afasi. Dat meki do orga wang masterclass ranantongo grammatica. Dus fu meki sma taka tongo moro bung. Meku verstaan, want kijk, als je de grammatica binnen een taal niet op de juiste manier kan gebruiken, dan verlies je inzichten. A heel mooi van tongo egolasi. Dat uno feni taki, if uwani tak a tongo dis mustan bestaan, jong wang dan alasma, mustaka tongo heel bung, dat omtjaren konji ding. Dat meki u apwan bijimang in Nax, en ook tofu kondre, heen eersel, een taal deskundige in oor a toridis ugun. En het is 3 dagen waarbij mensen de gelegenheid krijgen om te spelen met die taal, om die taal op de juiste manier aan te leren. Hij go om faim tak atongo of hij go om faim skrif atongo? Taki nanga skrifi. Ja, want alleen eigenlijk in beheers alatu toch? Alatu in beheers. Taki nanga skrifi. De prinspari. Maar if you know sap taki, you know, ma skrifi. If you know ma skrifi, you know, ma taking. Dat mek un fin tak un begin so, fu mek is ma sap sa de du. If un prakseri, bijvoorbeeld, tis ma etak wan sani van, mi e waka na strati, mi e waka na strati. Ma in e taki, mi e di donja of mi donja so. Dus dat na alla sort san di e waka. En un fin taki tak leri sma dati, sma mu sabi, fate de takanga den srefi am atongo e takta pa juist di fasi. Because atongo disi alasma in sranang e proberi e mek muitif taking. Maar toch wel leri ook to de wetenschapper se takas andati tak enkele kwantongo ook to e libi toch. Ook to lek fawe loku bakaratongo
fosi ubetak wan trafasi madano ye sitaki a ontwikkeling in mekitak atongo ye taken hedendaags ye tak bepaalde san die trafasi en dan zo is de generatie no fesi den kitak van de metaka bakra tongo zo maar ook to no we abe ina sarana tongo tak san we tak trafasi we ho rekeni na ngator dat ye na san dat u moes fu ho rekeni maar lek van betak ik ba apis grammatica in ala tongo dat na amoro prespari pisi. En if dat hij in een pot na juiste structuur, in een lerisma a juiste structuur voor apis dat hij, dat kan doen zijn wani. Ik kan kenki, ik kan takken alle soort fasi, maar nee, go na fa. Dat maakt een tak weer doen disi. We pakken apis van grammatica aan voor Sranantongo. 3D. Ja. 20 april, 25 april, 27 april. En Aladdin die Masra heen eerst al ode. Aladdin die Masra heen eerst al ode. Atori die sinaks ne doe e wang. We doen ma kandra na een akoto museum voor mevrouw Christine Heenaar van Russel. En drape den masterclass ogi na in akoto museum. Leksan betak ik ba naks na wan bigi orga. En naks venen spes rutu fu broko na nga alasma di fen taki de wan chasra na nga kafesi. Di fen taki a mooi libi de mooi san depsa in Sranang dwe makandra. Dat mek we dwe na nga koto museum. Dus in a koto museum drape atori di sopsa. Dus maar, ik kan bel go na naks, ik kan wakapsa go na naks fu poti neng. Ja, dus dat bo konta pasan dat die fades makan tek prati, want we takat oor het idee, maar toch de mouwant ik praat. Ja, de mouwant ik praat en dat toen sabi. U ab ete want to presi, want u no kan tek furusma. En vi fent dat is mamus verstaan san boom, dan imro kan ab ching groepu. En dat mek we kar alasma fu kong, ete want to presi fre, fi kong potineng, psana naks, ala de naks opo fu munde te frida, negiru manten te tuyur bakadina, potineng drape, en wam chinsan yo pai. Lek fai sabi attendisi alasan ino kandu sondro sensi. Want im jides ma wasan if dringi, im jiden papira. En da 28 april, da den cursiste, o ji wam bigi presentasi. Da alas makanko luku na nga arki, sana apis moitori, sa den leri den 3D. Dus ete walisi, 20, 25 na 27 april. Ja, en dan om gaan naar Koto Museum. Koto Museum. Koto Museum. Dus de igineng dat je is alle de info. Dat is alle de info. Goed, we gaan afronden met Shahna Spengel. Toch zouden we willen denken dat we op veel verder zouden moeten zijn met de ontwikkeling van de Surinaamse taal. Want ja, vaker worden er dus dit soort van cursussen georganiseerd. Maar sana a next step. Leksam taki naks abo a werkgroep sa et broko na nga asranantongo. En da a PCDC wo godoro de lesenga wo organiseer koma kandra. Ook toe een kan gip chinso en smadi tak nomino wang goen wang bigi groepu, ma miu wang. Dus mensen kunnen zich op verschillende manieren aansluiten bij NACS om deel te nemen aan de verschillende Sranantongo activiteiten die we hebben. En zoals een masterclass die zie, lezingen ode, maar ook toe trasoort activiteiten, zou potismas doen. Ik kan komen bijvoorbeeld voor leer vertaal, voor Nederlands goen naar Sranantongo. A werkgroep dekba, dat meki ala moun wan tra aktiviteit ode fu uncharen kon Crosby. Itak someni psakba, anosari, lek fai taki di taal leef en mensen leef, er worden steeds andere mensen geboren. Want minangai omeka dis me, ma omching e kon fu mek dif tamara me. Dus abaduleng de tak godoro, het is nooit te veel. En NACS is zich van bewust om deze activiteiten steeds verder te laten gaan. En dat hebben we dus gehoord van Shahna Spengel, de vertegenwoordiger, bijna wat ook de ambassadeur van NACS. Maar zij is de woordvoerder, de PR-officer van NACS. We bedanken haar voor haar bijdrage vandaag in deze maand in Taki. We hebben nog meer dat we met u willen delen vandaag. En ja, zo lees je, daarmee denk je naar Carlos Lindveld, loopt dat TV zo, want... is de Amabetak van Sherman Ho moet gaat de presentatie doen. Maar vandaag doe ik dan toch de presentatie. Maar waar heeft het eigenlijk allemaal mee te maken? Tide wat ik had horen, die zien naar mijn volgende gast. En mijn volgende gast is Sherman Ho moet. Dus nu aan de presentator, maar nu naar gast.
dan Arkimabo denk ik dat Sherman liep STVS. Want nu ja gast. Nee, ik ben ook gast. Ja. Eigenlijk ben ik collega. Collega. Goedemorgen. Wat is het eigenlijk? Want vandaag had men toch verwacht van nou, Sherman gaat de presentatie doen. Je weet hoe dat eraan toe gaat, de fans. Mensen hebben gehoord Sherman gaat dus dan. Ja, want een aantal sommigen denk ik dat hij moest aan op tv, maar... We hebben afspraken gemaakt en dat zullen we vandaag dan ook kenbaar maken aan de gemeenschap. We zullen nog meerdere actualiteitenprogramma's krijgen bij de STVS. Yes, dat klopt. Goedemorgen. Eigenlijk, desma boshimi, desma shiyu, maar desma shiyu, dat is mashimi ook toe. Oké, oké. Want na een programma zijn we zorgen dat ik is novo. Nouveau invulling voor kan geven maar juiste informatie en het feit dat hier een nieuw programma of een nieuw programma en daar staat het team ook van de STVS achter en niet alleen Sherman Hoemoed maar ook bijna heer STVS naar Bakka een nieuw programma. We de introductie eigenlijk zullen we dan vandaag doen. Een nieuw programma krijgen we maandag aanstaande starten we al. Yes. Alles in de startblokken zo lees je dat je op TV dat je ziet bepaalde promo's en dat wist je ook totdat nog wat nieuws aan of in de vindpressie na STVS en wekaring de straat. De straat, Astrati. Maar sana we lukken nou a promo, valt het mooi, de straat, elke maandag en vrijdag om 5 uur op kanaal 8.1. Zo wat bereik eigenlijk naar het programma Sherman? Je ziet even lukken nu alini, sang uabi qua TV station, dan bijna epsa bankukba, epsa 50 TV station sang de operationeel. En lek nationale sender ano deso taki uan de lektrawang, uan de unsrefi en uan de sranang. En uan belangrijke lijn voor sranang of uan belangrijke groep voor sranang zou we vergeet vaak genoeg naar de man voor Astrati. Hier uan pisi de man beko opba, de man beko apres, go tegi pres taki if u vergeet uno, u vergeet uan belangrijke groep. Amoro dus, belangrijk groep eigenlijk, want zoals je denk ik dat je aan score man bepaalde verkiezingsuitslag naar hoog intellectuelen, maar naar een bevolk eigenlijk. Een bevolking zijn de tapstraat voornamelijk. En ook toen je om mijn man zang, heb je een score bakken ook toe, maar de tapstraat. Maar dat nog. Elkaar als een Astrati Universiteit ook toe, ja, dus, zijn dat die? Ja, als Astrati Universiteit. Maar je hebt wapens ook toe, je hebt hang jongeren, maar je hebt Astrati man. Dus het verschil dat hij wel weer maakt. Hang jongeren naar hang jongeren, maar Astrati man, Astrati man. Dat want dat kan mee, maar dan een venter kan dit op Astrati. Je hebt de man voor Jodenbreestraat, je hebt de man ook toe voor Albina, je hebt de man voor Bronsi, je hebt de man voor Nikeri, je hebt de man voor Wanika. Je hebt de man voor Latour, je hebt de man voor Tonti, Abra Broki, Flora. Na echt Birti sang, je hebt man, sang a boom boom bradi ede, tap voor tak over bepaalde onderwerpen. En de sting om je reto. Dit ding hoor je. En dat we ook kunnen gaan programma De Straat. En De Straat want dat hier Astrati. Dus alle mensen die op Astrati zijn, zo met op Astrati, wens naar een gotro ediki, wens naar de man van de bedrijf zijn, een potkabel, een potpipi, wens naar de man dat omitie naar De Straat. Eigenlijk kijk ik om een hele totale burgerparticipatie, zo want we ook toe naar Sandisi, want te sma ook toe jirai na regering dan en af de sotaki im scoren of im ergens in de topper maar op cima vastrati ook toe kan je wan boerai sang nanga sa ook kan ontwikkelen onder de nanga pis dat ook toe dan mijn wan put erbij dat namens a leiding voor STVS ook is om me of via a leiding ook is om me voor zoekjes dat je hebt zo'n lezing van Sma in de Tapstrati, zang een Shiwan Tori en een filming. En trouwens, de filming, dan ga je nu een telefoon zijn kunnen. Ook toen in het programma De Straat, we gingen Sma aan Okasie, bakate Uluku, a heercommissie Luku, is een film vind je geschikt. Want in ons zin een film kon dat bijna een man verstaan heeft, dan ga je de bezig. Dus een app-video. Bijvoorbeeld.
Mika, de makassine kon. Ja, dus ik kan me kwam film tap strati, Milek Borgu kan me kwam film tap strati, temi meking, makassine kon die a programma en a programma is sorgu taki. If once mamus de derbe, ko tak wan tori fwa feti, if school mus de derbe, dat we lonsu ka school to on batu dina o kasi, dat we moksengi, dat we charenko ook to giu. Okay. En tapa nummer 891-3040. Tapa nummer dat die, dus maar kan beginnen vanaf a weekend dit jaar. Want moende aanstaande dat we start gelijk. Okay. En a pis dat die, neem sorry me. Sorry me. Dus sorry me nou onderdeel in de straat. De straat. 891-3040. Dat is dus dat appnummer nog. 891-3040. En dan kunt u dus ook deelgenoot zijn van het programma met uw eigen videobeelden. Wat mooi shitori. Mooi shitori. Oké, goed. We houden het dus hierop. We hebben dan vandaag ook uitgenodigd mevrouw Emmy Hart. Want zij is dus bezig met een prachtig ontwikkelingsproject vanuit de Stichting Rumans. Dat zullen we dan vandaag ook behandelen in deze maand in Taki. We gaan naar het einde toe van deze maand in Taki. We hebben dus straks ook een weekend voor ons. Zaterdag en zondag. En dat geeft ons ook de tijd om verder na te denken over een aantal onderwerpen. Ook onderwerpen die we dus vandaag behandelen in Maand in Taki. Mevrouw Emmy Hart hebben we hier. Goedemorgen. Het gaat om de ontwikkeling van het Surinaamse kind. En ja. U bent ook bezig met een ontwikkelingsproject voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. Ja. Maar wat me wel opvalt is elke keer wanneer we bellen met mevrouw Hart, dat u in een vergadering bent, er wordt veel vergaderd. Ik denk dat op niet alleen vergaderd, omdat we altijd in de uitvoering zitten. Maar voordat je in de uitvoering komt, moet je een goed voorbereidingsplan hebben. En wij zijn steeds bezig om te kijken, de voorbereiding. Als de voorbereiding goed is, dan is het plan altijd gelukt. Ja. En wij zijn in een hele goede staat dat we deskundigen hebben. Ja. En we hebben een denkteam bij Rumas. We komen bij elkaar en we bespreken de hedendaagse problemen in het land. Ja. En dan gaan we kijken, hoe geef je invulling hieraan? Voornamelijk als het gaat om jongeren, zijn er wel veel problemen? Ik vind van wel. Ja. Tenminste, niet ik, wij vinden van wel. Het lijkt wel of, ik zeg het naar mijn inzicht, het lijkt wel of het een losgeslagen boel is. Dat gevoel krijgen wij. Maar omdat wij in die environment zijn, waar we dingen ervaren, waar we dingen zien, waar we dingen horen, dan lijkt het alsof, wat is er met de jeugd aan de hand? Ja. Of wat is er met onze volwassenen aan de hand? Mensen die in een ander level zitten of in een andere omgeving, het lijkt of ver van mijn bed af show. Maar wij zitten er middenin. Het is vakantie. Mijn ouders bellen de hele dag. De hele dag zoekt men hulp. En men zoekt niet alleen hulp voor kinderen, maar ook voor zichzelf. Ja. Mensen zitten met een relatieprobleem. Mensen zitten met kinderen die weggelopen zijn. Een van die avonden, midden in de nacht, belt een mevrouw, twee kinderen lopen ergens op een straat. Mevrouw, help. Dan bel je, dan denk je, je belt naar Bufas. Kinderen zijn al een hele week op straat. Kinderen die rustig zijn, geen criminelen, geen jongens met ongewenst gedrag, maar ze lopen opzet omdat ouders ze niet willen. Wat gebeurt er in Suriname? Je maakt die krant open, je krijgt kippenvel. Ik had gezegd, als ik een kans zou krijgen voor de vakantie om hier te komen, zou ik een waarschuwend geluid laten horen naar ouders. Het is vakantie. Je bent op je werk. Let op waar je kinderen laat. Het is zo angstaanjagend. Wat er nu in Suriname gebeurt, alsof mensen hierboven losgeslagen zijn. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ja. Maar ouders moeten op hun kinderen letten. Als je weet dat je op je werk zit of ergens, weet waar je kind is. Omdat we in een wereld leven waar het niet zo makkelijk is. Dus ik wil iedereen waarschuwen. Weet waar je kinderen zijn. Want bijna nergens zit het kind meer veilig. Dus je moet met een gerust hart op je werk kunnen zitten als je weet, mijn kind is op zo'n plek. Zorg voor een goede plek voor je kind. Nu bent u bezig met een ontwikkelingsproject voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. Waar heeft het eigenlijk mee te maken? Is het ook op grond hiervan dat u ermee bent gestart? Nee. Rumas is met alles bezig. Om eerlijk te zijn, ik las een small grant van die Amerikanen en ik denk, mijn god. En we hebben geschreven jongens van uit de gevangenis tot rolmodel. We zijn zo bezig het project te schrijven, omdat we weten dat als je dat doet. En zo hebben we drie groepen.
We hebben die 12, 16 jaar, dat zijn die jongens, jongens, ja. Tussen 12 en 16 jaar die op school een probleem vormen. De leerkrachten begrijpen deze kinderen niet, de ouders begrijpen deze kinderen niet. Terwijl ze niet weten dat die kinderen in puberteit zitten. Ja. Kinderen zitten in puberteit, kinderen hebben een andere aanpak nodig. En wij van RUMAS blijven stellen, laten we als volwassenen letten op onze kinderen, want het gaat om ongewenst gedrag bij kinderen die al die tijd niet is gecorrigeerd en nu geld bent. Ja, oké, maar moeten we dit project ook zien brengen in relatie met wat we onlangs nog hebben meegemaakt, dat schoolgaande jongeren scholen onveilig maken? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Wat is het nu? Ik was directeur hoeveel jaar geleden? 10 jaar geleden. Ik weet dat ik het beleid had van 's morgens vroeg de kinderen op ons opwachten, praten met de kinderen, oudertrainingen. Al gaan ouders niet zoveel naar ouderbijeenkomsten. Zoek een manier om ouders te bewegen om meer aandacht aan hun kinderen te besteden. Dus het is niet zo eenvoudig wat er op dit moment gebeurt. Mensen moeten meer aandacht. Weet je wat kinderen nodig hebben? Persoonlijke aandacht, steun en begeleiding. Die drie dingen hebben ze nodig. Wie kan zeggen, ik doe het? Er zijn organisaties, er zijn scholen. We hebben in de vakantie getraind. We hebben scholen getraind. In de vakantie? Ja, in de vakantie. Ja. Van machtig. We hebben twee scholen van para getraind. En die zaten met heel veel problemen. Scholen waar die kinderen, probleemkinderen, zeggen ze. Maar wij hebben ze getraind in de hele dag. Ze hebben gedurfd om van 9 tot 4 uur te komen zitten. En we hebben verschillende facetten van die opvoeding aangekaart. Mevrouw Becker was er met ongewenst gedrag. Meneer Vroom was geestelijk leven. Ja. En zo hebben we gewerkt. En we hadden mevrouw Smit. Want je hebt die marron kinderen. Die vormen ook een probleem. Omdat die kinderen vanuit het binnenland komen. En ze hebben geen extra curriculum voor deze kinderen. En die vormen weer een probleem op die scholen. Moeten ze een extra curriculum hebben voor de kinderen die uit het binnenland komen? Die kinderen niet, die leerkrachten. Want die leerkrachten hebben ons gevraagd, wil je die kinderen komen trainen? Ik zeg, nee, we gaan jullie trainen. Jullie moeten die tools hebben om te kijken, hoe ga je om met dit soort kinderen? Net als wanneer jij naar, ik neem mezelf. Ja. Ik ga naar, ze nodigen me uit om te gaan naar een land buiten, Engels. Alleen fully Engels. En mijn Engels is 50%, 60%. Dan moet ik me inspannen om te luisteren, om te begrijpen wat er aan de hand is. Dat gebeurt met die marron kinderen. Hetzelfde curriculum, die kinderen van Noord, die de hele dag Nederlands hebben gesproken, krijgen dezelfde lessen als die kinderen die komen uit het binnenland. Er moet een extra begeleiding komen, de kinderen moeten extra getraind worden. En wat gebeurt er? Deze kinderen worden zo onmachtig. Ja. En sommigen worden ondeugend. Kinderen zijn niet ondeugend, ze doen ondeugend. Door omstandigheden doen ze ondeugend. En dan moeten wij als volwassenen onze lessen anders gaan voorbereiden. Mensen moeten extra aandacht besteden. Ik vertelde ze iets. Ik was in een trein in Nederland en er was een Hollandse dame naast me. En ze zegt, van waar komt u? Ik zeg, Suriname. En toen zei ze, wat doet u? En ik vertelde dat ik met drop-outs bezig ben en zo. En die vrouw kijkt me aan, die vrouw zegt, oh, je bent zeker met de drie R's bezig. Ik had nog nooit van gehoord, hè? Ja. Ik zeg, drie R's, wat is dat? Rust, reinheid en regelmaat. Ik zeg, oh. En toen ben ik het gaan googelen. En dat is wat scholen, dat is wat kinderen nodig hebben. Regelmaat. Als je zegt 8 uur naar bed, moeten kinderen 8 uur naar bed. Ja. Wat gebeurt in Suriname? Laatst was ik op toekomst. Alle kinderen, het was 10 uur 's avonds, kinderen rennen nog op straat. Vroeger kon je je pyjama aandoen, maar dan heb je pyjama in bestaan hoor. Er is geen regelmaat, er is geen rust, er is onrust. Dus als wij terug kunnen gaan naar de tijd van rust, reinheid en regelmaat, hoe moet je zo Suriname worden? Nu is iedereen aan het zoeken. Hoe voed ik het kind op? Wat doe ik? Het lijkt wel of iedereen nu zichzelf eerst wil sterken en dan gaan kijken van Moluku Demchi. Asana eerst Demchi Dayu. Eerst de kinderen en dan de volwassenen. Mevrouw Hart is in de vakantieperiode bezig geweest om scholen te trainen. Ja, en buurtorganisaties. En buurtorganisaties. En het gaat ook om het trainen van jongeren tussen 12 en 16 jaar. Dat is een ander project. We gaan afronden met u. Zijn
zijn de projecten waarmee u bezig bent, zijn ze afgerond? Of nee, we zijn nu bezig. Bent u nog steeds bezig? We zijn nu bezig kunnen met mensen, het project kinderen van nog aandienen? Nee. Dat gaat niet meer. We hebben een begeleidingshuis, een gezinsunit. En daar kan je je kind aanmelden als er problemen zijn. En die kinderen gaan we registreren. En wanneer er veel kinderen zijn en we hebben geld, dan brengen we die kinderen naar Bosbivak. Ja. En dan krijgen ze een speciale attitudevorming. Ja. En dat doen we basic life skills. En dat doen we nu met een groep van 17 jongens, er waren 22. Dat is de kans van, ze heeft ons dat geld gegeven. En we hebben huiswerkbegeleiding, we hebben trainingen. Die kinderen gaan educatieve dagtochten doen. Ja. Dus dat is de training die we nu doen. En we doen een beroep op ouders om meer tijd in te stoppen in hun kinderen. En dat is te weinig. Wat we ook willen, dat je geeft me de kans volgens mij 1 minuut om het te zeggen. Ja. We hebben pas een huis in de buurt, is van een familielid van me. En het loopt storm bij Ruma's. We hebben wel die begeleiders, we hebben maatschappelijk werkers, psychologen, gedragsdeskundigen, maar we hebben geen plek. Dus wat we nu doen, we willen een huis gaan huren, maar we hebben dat geld niet. Want het moet gerepareerd worden. Dus als er iemand nu luistert en zegt, juist er mee wat je hebt, afro, en je hebt wat maakt me ofzo. Maar het gaat erom dat we nog een plek nodig hebben om mensen te helpen. Het gaat niet eens om, wij willen, hebben dat geld nodig, want we hebben materiaal nodig. Hmm. We moeten het huis repareren, we krijgen het voor 5 jaar. Maar 5 jaar moet Ruma's een eigen perceel hebben, een eigen centrum hebben. Nu is het mijn huis. Hmm. 8 jaar lang mijn eigen huis, alleen mijn slaapkamer is van mij. Maar we willen ook als Ruma's, we doen veel voor Suriname, willen ook wel onze eigen perceel hebben of onze eigen dingen hebben. Ja, daar gaat het om ook. Goed. Daar gaat het om, ja. Dan gaan we dus hiermee afronden. Stof om over na te denken in het komend weekend. Wat we dus allemaal hebben besproken vandaag met onze gasten. En voornamelijk onze laatste gast, mevrouw Emmy Hart. We gaan eruit. We zijn er maandagmorgen terug met een nieuwe aflevering. Goeiedag. SDVS, de nationale zender.